Er zijn ongelooflijk veel mijnen gelegd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen mijnen, er liggen ook nog veel vliegtuigbommen op de zeebodems. Zowel hier op de Noordzee, waar we dagelijks werken, maar ook in de Oostzee, waar we nu geweest zijn. De mijnenjager, de Zijne Majesteit Urk, is vanmiddag na een NAVO-missie van bijna 3 maanden op de Oostzee de haven van Den Helder binnengelopen. De grote oogst tijdens de reis bewijst dat het op de zeebodem nog wemelt van de oude explosieven. Ja, we hebben 22 mijnen gevonden en geruimd deze reis. Is dat uitzonderlijk? Ja, dat is wel heel veel deze keer. Ja, we hebben een hele rij aan Duitse LMB's, heet dat, opgeruimd. En dat zijn hele zware mijnen met 750 kilo aan explosieven. Dus dat waren wel hele spectaculaire ontploffingen. Er komen bij de marine nog altijd bijna dagelijks meldingen binnen van vissers die een explosief in hun netten vinden. Ook de komende tijd is er voor de mijnenbestrijdingsdienst genoeg werk aan de winkel. Ja, het gevaar zit hem, zolang ze op die bodem liggen, daar liggen ze op zich wel prima. Maar er worden nu natuurlijk veel windmolenparken gebouwd, daar moeten kabels naartoe. Daar moeten ze zeker geruimd worden voordat die kabels er komen. En het blijft een gevaar voor visserij en andere werkzaamheden op de zeebodem. Op wie sta je te wachten? Op mijn vader. Lang weg geweest? Ja, zeker. Te lang eigenlijk, hè, zie ik aan jou. Eigenlijk wel. Scheelt het nou nog dat hij een beetje op tijd terug is voor de kerstdagen? Ja, absoluut. Ja, juist. Is dat belangrijk? Ja, als hij niet thuis was, wist hij ook geen kerst. Dus ja, het is ons vervroegde kerstcadeautje. Jullie zijn precies op tijd terug voor de kerstdagen. Ja, dat is wel heel fijn. We zijn ontvangen door de familie. We hebben de kerstboom voorop. En we zijn echt heel blij dat we de kerstdagen weer bij onze familie kunnen doorbrengen.